Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag alweer. Ik heb twee super drukke dagen gehad. But we pick it up from here. Ik heb echt zo'n leuke week tegemoet. Helemaal zin om lekker te vloggen. Ik heb net gesport. Een booty club lesje gedaan. En ik heb dus die booty scrunch broekjes aan. En dat is zo ziek. Hoe zieke kont ik dan hierin heb. Ik lijk wel echt zo'n fitness influencer. Hoe leuk pakje trouwens ook. Besef even die booty. Ik vind het zo ziek. En stel je gaat ook nog eens forceren. But I'm not complaining. Gisteren was ik dus naar Renaissance. Het was echt zo chill. Ik heb gewoon daar een oil massage gekregen. Renaissance is een soort health center in Amsterdam. En je kon daar cryotherapie doen. Ijsbaden, massages. Oxygen, floating, nou echt van alles. En ik ga volgende week terug met Stan, we willen een ijsbad gaan doen, heel erg leuk. Maar ik heb gewoon zieke spierpijn van die massage. Omdat het gewoon zo goed was eigenlijk, dat ze gewoon echt die spieren gewoon heeft losgezet. En ik ben heel blij, ik heb een nieuw Apple Watch bandje. Dat wilde ik echt al heel lang, dus ben ik heel blij mee. Ik zie dat mijn camera bijna leeg is. Dus ik ga even een nieuwe batterij erin doen. Een heerlijk even lekker avondje thuis. Ik heb even lekker wat eten besteld. Ik had zo geen zin om te koken en naar de supermarkt te gaan. Ik het allemaal zo weer 6:30 kom een sportlesje terug. En ik had zoveel honger. Dus ik heb lekker shababa besteld. Een pizza met falafel en halloumi. Oh, zo fucking lekker. Ik moet even mijn was opruimen. Ik moet even lekker chillen. Ik moet even mezelf douchen, mijn haartjes wassen, de hele shebang. Dus druk avondje, maar komt helemaal goed. Gewoon lekker, lekker avondje voor mezelf. Oké, het is weer eens avond. Ik heb lekker gegeten. Het is 9:45. Ik heb lekker een kombucha gehad. Ik drink dit echt elke fucking dag. Maar ik ga straks denk ik ook even een deken of koffietje zetten. Want ik had dus een broodje besteld bij Sababa. Maar ik heb nog steeds honger. Het was zo'n falafel en halloumi en zo. Alleen één broodje pizza vult niet echt. En ik had wel ziek honger na het sporten. Ik ga nog even macro. En dan ga ik lekker Friends kijken. Love it. Ik vind deken of koffie echt zo'n uitvinding. Wie dat heeft bedacht. Dat dat kan. Dan ben je echt een genius. Want ik hou zoveel van koffie. En ook lekker in de avond lekker zo'n warm kopje koffie. En ja, je gaat zich geen cafeïne naar binnen duwen. Dan lig je in je bed te stuiteren. Dus take off. You are the best. Lekker een koffie zetten. Ik vind het ook gewoon een lekkere healthy. Nou, kind of healthy. I don't know healthy. Snack. Voor de avond. Want het is alleen een beetje melk eigenlijk dat je drinkt. En soms heb je gewoon nog even een beetje zo'n zoete craving of zo. Maar dan hebben we maar goedemorgen, man. Het is vandaag woensdag. Ik heb een lookje aan en I kind of like it. Ik zag dus bij Monica dat ze zo'n headband in had en ik had het ook besteld. Bij Naked. En ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik heb alleen niet zo heel dik haar. Ik denk dat het leuker is als je wat dikker haar hebt. Maar op zich. En dan heb ik het nu gesteld met gewoon een zwart strak jurkje, blazer overheen. Sneakers. Kind of nice. En dan doe ik deze tas erbij. Nou, helemaal leuk. Dus ik ga naar kantoor. Ochtendje werk en dan vanmiddag ga ik gezellig met Stan de stad in. Oké, ik ben terug van kantoor. Ik ben met Stan. We gaan nu naar de Utrechtse straat, want ik moet voor een samenwerking naar de winkel van Geurwolkje. Heel leuk. Dus gaan we even heen, even shoppen. Utrechtse straat is leuk. Ja, het moet eigenlijk nu al een beetje gaan al. Nee joh. Zo, het is warm. Het is echt bloed. Het is goed dat je bent er zo joh. Ja, je bent er ook zo. Dit mag omhoog. Een beetje licht in de tent. Guys, I'm home. Stan en ik waren even naar het Utrechtse straat gegaan. Omdat ik een samenwerking heb met Geurwolkje. En Geurwolkje is zo leuk. We hebben dit dus ook op kantoor. I'm gonna show you. En ze hebben dus diffusers. En echt eindeloze
aan, heid aan. Gewoon etherische oliën. Hele lekkere geuren hebben ze. Op kantoor heb je bijvoorbeeld ook Glow and Flow. Dus je zet dan in de ochtend aan en dan word je helemaal wakker. En dan kom je helemaal in de flow en in de, helemaal in de chillheid. Maar ik heb er dus nu thuis ook één. Dus dit vind ik echt fucking chill voor in de avond of in de ochtend. Lekker wakker worden. I love it. En ik heb nog wat andere dingetjes gekregen. Dus ik ga het jullie even laten zien. Als eerst een douchegel. Dus in de geur Glow and Flow. Dat is echt mijn favoriete geur. Oh, zo lekker. Dus die. Dan daarvan ook een massageolie. Lekker massageolie. Echt een mooie bottle ook. En de prijs-kwaliteit is echt top. Het is echt niet duur voor wat je betaalt. Dan heb ik ook castorolie. Want castorolie is super goed voor je huid. Hun hebben allemaal 100% natuurlijke cold pressed olies. Dus je betaalt 100% voor olie. En dit was echt niet duur. Dit was echt maar 12 euro of zo. Dus voor zo'n hele bottle olie is dat echt niet duur. En castorolie is bijvoorbeeld heel goed voor je wimpers. Let ik, de werkzame factor in een wimperserum is castorolie. Dus ja, ik vind het echt helemaal wat de shit. Dus dit is een olie voor je gezicht. Ze hebben heel veel soort olies. Ja, het ruikt dus naar niks. Maar je kan er dus een etherische olie in doen. En dan ruikt het lekker. Dus dat ga ik ook doen. Ik kan een paar druppeltjes ingooien en dan gewoon mixen. En dan ruikt het lekker. En dan heb ik natuurlijk een diffuser. Hoe leuk is deze tas ook? Zo cute. Ze hebben dus een winkel in de Utrechtse straat zitten. Super leuk, cute winkel. Dus ja, check it out. Ik heb een etherische olie van een chakra. Derde oogchakra. Ze hebben alle chakra's daar dus. Ja. Deze ruikt heel lekker. Rozemarijn, pepermunt, eucalyptus, salie, anijs. Dus ja, heel lekker. Ja, echt top. Dus ik kan dan een paar druppeltjes. Zo leuke verpakking. En ook zo leuk om als cadeau te doen. Nou, ik heb dus in de kleur grey. Het fit aesthetic. Ik weet ook al waar ik hem ga plaatsen. Heel leuk. Kijk, dit is hem. En dan hebben we dus daarin de stekker zitten. En het maatbekerbakje. Dus je vult deze gewoon met water. Doe je hierin. Doe je wat druppels erbij. En klik je op mist. En dan kan je dus 1 uur, 3 uur, 6 uur of gewoon fulltime on. Dus ik ga dat nu doen. Ik heb om 6 trouwens Booty Club les geboekt. En vanavond willen Stan en ik bij Sora Sapporo even noodles, ramen eten, afhalen, whatever. Dus kijk, hier plug je hem in. Ik ga hem even neerzetten. Oké, dus dan heb ik dit maatbekertje gevuld. Dat doe ik erin. Dan doe ik ongeveer 5 tot 7 druppeltjes erin. Dan kan die erop. En aan. Dus mist. En dan doe ik bijvoorbeeld 3 uur. En je kan ook een lamp aanzetten. Maar dat is dus hier binnen. Dus kijk hoe leuk dit in je interieur staat. Ik vind het echt te cute. Sorry hoor. I love it. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik heb vanochtend om 8 uur al gesport. En ik had eigenlijk een soort van het lesje per ongeluk geboekt. En toen wilde ik eigenlijk gisteravond afzeggen, maar dat kon niet meer. Dus uiteindelijk ben ik toch gegaan. Dus ik ben echt trots op mezelf dat ik dat heb gedaan. En eigenlijk was het echt een super chille les. Dus ik had Booty Club lesje. Ongeluk bij ongeluk. Dit is de outfit. Wacht, ik kan het beter in de spiegel laten zien. En ik weet niet helemaal wat ik ervan moet vinden. Ik weet gewoon even niet wat voor schoenen ik hier bij aan moet. Wat een beetje, zeg maar, casual is. Ik heb dan zo'n zwarte lange jurk. En nog een beetje sporty maken. Met een New Balance eronder. Maar ik weet het niet helemaal. Maar we doen het wel gewoon. Ik heb ook mijn haar geprobeerd te feunen. Maar het ziet voor mijn gevoel nu al niet meer. Oh mijn god, nou ja. Ik ga even naar kantoor. You. Alrighty, het is inmiddels alweer 4 uur. Ik ga nu naar Isabelle en Bo. Ik weet niet wat het is, maar ik ben zo misselijk. En ik ben al misselijk voor een week of zo. Het is echt zo'n misselijkheid. Niet dat je moet kotsen of zo, maar gewoon echt zo misselijk. Ik weet echt niet wat het is. En I don't want to know, to be honest. Misschien is het wel gewoon stress. Maar
het is echt fucking vervelend. Ik ga nu dus naar huis. Ik heb echt 100.000 spullen gepakt. Want ik ben er echt vanavond, ik ben er morgen. Ik ga allemaal dingen doen, ik moet allemaal outfits hebben. Ik heb alles gepakt in 1 minuut. Dus het is allemaal kut. En ik heb geen idee wat ik heb gepakt. I hate it. Maar ik ga wel gezellig hier wel boven zien. Dus dat is leuk. Ja, kut. Ik ben iets vergeten, besef ik me nu. Dat vind ik ook heel kut. Nou, doei. Ik ben gezellig bij mijn zussen. Joehoe. We hebben zoveel lekker sushi. En we gaan lekker sushi mukbang opnemen. Nou. Nah. We hebben lekker sushi mukbang opgenomen. We gaan nu lekker... Ja, ik heb volgens mij nog. Is die van jou? Die leeftijd. Ja. En we gaan nu een lekker spelletje doen. Ik ga helemaal stuk omhoog. We staan op de kamer lekker muntjes te schuiven. Dit is echt onze sentiment. Hé, hey, waar zijn de punten nou? Oh, daaronder. Oh, bonusspel. Shit, jij moet het doen. Nee, nog niet. De jackpot. Druk op neem uw winst. Wow. Holy shit. Oh, hij doet het wel. Ga je nou spelen? Oh, dat voelt zo lekker. Maar het is wel anders vroeger, zonder er echt twee van die wifi's. Vroeger stonden er echt twee van die vrouwtjes. En die stonden dan achter dat kraampje. En die stonden dan gewoon echt zo lekker bij te touwen en zo. Dat is zo heerlijk. We gaan wel vreten allemaal. Dat is zo lekker. Lekker snack. Ik heb hier zo naar gekeken. Jij was er voor elkaar niet. Nee. Bonusspel. Oké, dus we hebben af. Dan doen we extra kaart. Doe maar extra kaart. Plus 10. Ja. Neem uw winst. Ja. Nu hebben we... Nee, nu moeten we winst. Ja. Want boven de 22 is game over. Wow. Kijk. U bent een flipper. Hey, Hut. We gaan voor die toren hier, jongens. We gaan voor hout. Dan kunnen we laadsteken kopen. Ja. Ja, hoor. Hoppa. Ja, het is gewoon een fulltime baan. We moeten echt de toren gaan dus gewoon voor die toren. Maar mij hebben we weer lekker vreten, hoor. We hebben net sushi mee opgenomen en we gaan weer door. Wat zien ze er raar uit? Zo? Zo klein. Heel ge... ja, dat waarschijnlijk heet. Oh. Wel lekker. Nee. Zou ik het kunnen eten? Heet, hè? Nee, ga ik niet eten. Wow. Nee. Dus het heeft ook een keer op de grond gelegen. Oh. 1 keer. Okay. Hé? Hey? Dit eet ik morgen. Zo. Wel lekker. Oh. Lekker krokant. Heel lekker. Wel. Weinig. Ja, meer zo. Weinig, is maar vis. Nou. Het is echt gewoon zo. Niet echt van de lekkere van de verse boeren. Van de verse boeren. Maar. Geen tent ook. Nou. Het is echt. Niet smakelijk uit. Nee. Gewoon echt niet. Doe maar niet samen. Een dikke puis hier. We dachten een frikandel speciaal en een patatje speciaal. Best. Kom ik aan stress? Ja, ik heb stress. Maar eerst, ik heb zo even klaargemaakt. We gaan zo gezellig lunchen. Goedemorgen allemaal trouwens. We gaan zo lunchen met Stan's oma, heel gezellig. En ik heb helemaal stress. Ik ben nu aan het klaarmaken, ik heb niet mee. Ik had dit echt zo warm. Even een parfummetje op. En ja, dan gaan we. Nog een parfum, ik hou van parfum. Deze is zo lekker. Fugazi Angel Dust. De best. Echt alle wit. Nou, dit is de fit. Mijn favoriete fit on earth. En dan doe ik nog grijze blazer bij. Ik heb haar zo in verlegd. Hoe cute. Oh my god. Ik heb chocoladepepernoot gehaald met dubbel choco. Dat is fucking lekker. Kijk. Ik heb hier echt twee zieke buizen aan al. Nee. Sjoen, ik heb een burger gemaakt. Niet normaal. Check this out.
kipburger. We hebben een hamburgerbroodje. Echt zo lekker. Van die chicken stripes uit airfryer. Kimchi, kewpie mayo, sla, tomaat. En we gaan nu Michelle wat Louise. Ja, zes afleveringen, alleen maar hel. Ik vraag me echt af wie de manager dan is. Ja. En hoe je daar dan mee gaat samenwerken. Ja. Ook qua onderhandeling over geld en zo. Ja. Boeien nou, het allemaal. Het is echt al heel laat. Het is echt 1 uur 's nachts. Ik heb mijn haar uit de start. Dus het ziet er niet uit. Ik moet een beetje zacht zijn, want Cecile slaapt al. Wow, dit ligt. Ik heb sushi mukbang geëdit. Dus die staat nu helemaal geëdit en al klaar om morgen live te gaan. Dus dat is top. Ik ben even mijn kamer aan het opruimen. Eén zieke wende. En daar ga ik even mijn tanden poetsen en ga ik naar bed. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Vandaag is een leuke dag, want vandaag hebben we een verrassingsdag voor Anne de verjaardag. We gaan naar een escape room, we gaan lekker borrelen. We gaan eten bij Pasta La Bassa, een soort restaurant. Waar ze allemaal Italiaanse hapjes serveren. En dan dus een soort dinnershow hebben, dus met live muziek en zo. Heel leuk. Ja, ik heb halve make-up gedaan, ik heb mijn wimpers niet kunnen doen en geen tijd voor gehad. Dus ik ga die meiden nu ophalen. En vanavond gaan we ook nog uit. Dus het wordt helemaal een gezellige dag. Blij dat ik gisteravond niks heb gedaan en gewoon heb geëdit, want morgen ga ik ook weer naar Mysteryland. Dus het wordt helemaal een druk weekend. Ik heb weer mijn Favo haarstijl ingedaan. Ik ga nu snel crossen, want ik ben alweer te laat. As always. Echt zo geïrriteerd van. Hoe doen mensen dat met tijdsplanning? Zeg maar, ik denk altijd gewoon van, oh, ik heb nog 3 kwartier, dan kan ik nog mijn huis stofzuigen. Kan ik dit, kan ik dat? Ik heb echt het gevoel dat ik alles kan in 3 kwartier. Maar eigenlijk het enige wat ik kan is een outfit kiezen en mijn make-up opdoen. Maar ik ga net heel mijn huis stofzuigen, schoonmaken. Dan denk ik, oh, er komen mensen over de vloer. Nou, ja, het gaat echt nergens over. Full face make-up, nou, eindstand. Maakt allemaal niet uit. Ik spreek jullie. Nou jongens, we hebben de verrassingsdag van Anne. Staat nog niet eens aan. Oh. Jawel, hij staat wel aan. En ze wordt nu geheist. Oh yeah, ze wordt nu geheist. Eerste verras. Nou, yes. Dit, ik kan niet eens atten. Ik krijg het niet in één keer op. Nee. Nou, doe maar zo. Even zo. Ja. Zeker niet uit een blikje, dat kan je niet zomaar klokken. Jawel. Okay. Ja, jij kan alles klokken. Dat we allemaal ons best hebben gedaan. Wil je eerst aanwijzing of niet? Ja. Voordat ik dronken ben. Ja. Alleen moet tappen voordat ze aankomt. Andere kant, kijk hier. Andere kant. CP Girls Trip, alles party weekend. Jezus, het lijkt wel een vrijgezellig feest. Ja. Zo, hoe gaan we dat ooit overtreffen? Ja, dat moet echt niet normaal. We gaan gewoon niet trouwen. Of een weekendje Parijs ofzo. Maar zo, dit is de verkeerde kant. Ja, ik kan er niks aan doen. Hou vast. Oprecht is dit nu wel lekker. Oh. Wat een kutfoto. Ik weet het helemaal niet hoe te draaien. Zie je wat het staat? Amsterdam. Ja! Amsterdam. Gefeliciteerd met je verjaardag, lieve Annie. Hopelijk wordt deze dag net zo geweldig als jij bent. Feest lekker en geniet ervan. Kussen samen. We gaan naar Amsterdam! Ik wist het. Ja? Ik zweer het. Ik zei tegen mijn moeder, ik zeg we gaan of naar Amsterdam of naar Eindhoven. Ja? Ja. Ja. Zo raar. Dat was een gare avond. Funhouse was allerleuks. We zitten in de Uber, on to the next station. Nee. Oh, ja, dat. Oh, sorry. Wil je pushen? Ja, push. Nee, trekken nu. Trekken. Oh, je duwt. Ja. Oh, je moet aan dat ding gewoon. Ja. Yes. Okay. Oh, dit is echt flashback naar die taxi in Antwerpen. Dit is echt leuk, dit wordt echt ons nieuwe logo. Ja. Kijk hè, wow. Ziek. Alles apart. Ziek. Wacht, heb je een vermoeden? Nee, echt totaal niet. Niks. Ik weet echt niet. Oké. Okay. Ik wil niet iets denken aan. Nee. The fuck? Mes, min M is S.
Mes, mes min M is S. Plus aap. A is E. S. S K. S kap. S kap. Ja, plus. S kapen. Ja. S kapen roos. S kapen room. S kapen room. Hey! S kapen room. S kapen room. Gaan we eindelijk keer S kapen room? Ja! Nederlands. Ik vond de eerste keer ook heel moeilijk. Lieve Annie. Lieve Annie. Met je 23e verjaardag. Ik ben echt dat spel. Er zitten maar twee emoties tussen. Hebben weinig geslapen vannacht. Ja. Moet je nu straks je outfit al aan uitgaan? Nee. Nee. Het is een uitgaande outfit. Daarom zei ik, doe alleen maar een jurk. Guys, we hebben net een escape room gedaan en wij zijn zo goed. We hebben het gewoon gehaald. En we hadden nog 5 minuten over en het is normaal maar 30% geslagen. Dus we hebben het gewoon fucking goed gedaan. Echt uitgespeeld. Echt een teamwork zijn wij. Het ging echt goed. Ja, we hebben nu even een lekker bubbeltje aan het drinken. Nog een keer. Oh my god. Wat lekker allemaal. Natuurlijk mag jij de kleinste. Lekker. Ja, klein beetje. Heel klein beetje. Ja, lekker zo'n uitje. Ja, lekker veel. Maar ja, ik heb nu... Oh, mag ik een tip geven? Je kan hem meestal meteen een beetje doorslikken of één keer kauwen. Maar je hoeft niet zeg maar gewoon helemaal dat ding door te gaan malen of zo. Of als je het gevoel hebt, ik kan hem doorslikken, kan ik doorslikken. Ja, dit wordt bodem. Ik kauw meestal 3 keer. Nee, ik wil dit niet. Wel. Nee, dat ga je niet. Je vindt het gewoon lekker. Maar ik hou ook niet van shotjes. Waarom zou ik dit erin doen? Oh, ik vind het zo geil. Ik hou ook niet van shotjes. Cheers. Ik heb het gevoel dat dit is zo lekker. Ja, heel lekker. Ja, deze is heel lekker. Wow, hij is echt bizar lekker. Probeer jij ook lekker. Doe het. Hij is echt lekker. Verwacht gewoon wel een beetje vissie, een beetje zout, maar het is gewoon. Maar jij vindt vis gewoon lekker. Ja, maar... Bro, neem hem niet op nadenken. Dit is gewoon een wit vis. Hij is heel lekker. En slik hem maar gewoon door, slik hem maar gewoon door. Nee, ik hou het. Nou, is het heel fout? Je moet wel leren eten. Eerst ga je niet verpest vinden. Oké, okay, om niet te kotsen. Ja, ja, ik zou het niet lekker op mijn dingetje. Dan heb ik niet meer bitterbal. Ik blijf gewoon een boer. Maar je bent... Nou, let's go cheers. Let's go cheers. Hey, de fucking dag alleen maar alcohol gedronken. Ja. Om beter met alcohol. Daarom zijn deze weekenden er toch ook. Ja. Oh, godverdamme. Ik moet even opzoeken welke... Saar, eigenlijk moeten we geen zakjes openen. Nee, weet ik. Nee, we gaan straks even in. Next. Dat is ga ik erbij schrijven. Oh. Jij maakt wel open, zeg, volgende kaartje. Hij vond het ook wel leuk, hoor, maar. Das is P. Pasta. Pasta. Das is Bas. Kom, Bas. Ja. Ja, zingen. Pasta. Nee. Pasta, basta. Ja. Ja. Wat ken je dat? Wat is dat? Pasta, basta. Heel leuk. Dan gaan ze toch zingend in de bediening? Ja, zingend in de bediening. Het is Italiaans, shared dining. Lieve, lieve Ann. Vandaag een hele dikke proost op jou. Jij... Proost. Jij die altijd in is voor een feestje. Overal waar iemand kent. Hoe dan? Ja, sorry. Vanochtend een lege uur geschreven. Maar ook kan troosten. Proost op mijn lieve vriendin, bij wie ik mij altijd speciaal en gezien voel. Oh. Dat is echt heel lief. Oh, poepie. Ik heb echt zin in van zelf. Ik ook. Zo erg. Ik moet die Insta zien. Dit is echt fantastisch. Oké, lief voor. Nou guys. I'm ready. I guess. Ik ga denk mijn haar nog even 1 keer opnieuw doen. Maar zo, dit is het leuk. Ja, maar ik wil hem denk ik iets hoger. Oh, dit is fucking mooi. Oh, het is al 6 uur. Ja. Ja, 5 voor 6. Oh. Iedereen is zo knap, hoe kan dat? Ik vind het niet normaal. Heb je een schaar? Ik mag het niet eruit. Niet normaal. Kun je het dan? Ja, in de la. Van harte welkom in Pasta en Basta namens ons allemaal. Dear guests, welcome on behalf of us all. Wij gaan vanavond niet alleen maar uw pasta serveren en uw drankjes inschenken. Maar wij gaan vanavond ook allemaal voor u zingen. We're going to sing for you tonight, and we'd like to start the music program of this evening. So lekker, oh my god.
hoop dat u geniet van dit prachtige stuk, natuurlijk gespeeld door hen, gezongen door Bernice. O mio bambino caro. O mio bambino. Nee, je hebt geen foto's meer gemaakt. Kijk die vlog, kijk het vlogstukje. Klik, klik. Kijk dat vlogstukje natuurlijk van gisteravond. Hallo allemaal, het is vandaag zondag. Ik zou vandaag naar Mysteryland gaan. Maar mijn lichaam is me momenteel echt even in de steek aan het laten. Ik ben echt fucking misselijk, echt al 2 weken lang. Ik weet niet of ik dat in de vlogs heb gezegd, maar ik voel me gewoon echt niet goed. Ik ben echt een soort misselijkheid hier. Ik weet niet of jullie, een van jullie het hebt. Please, als je het ook hebt, DM of let me know. Want ik ben echt radeloos. Ik weet gewoon niet wat er aan de hand is. Maar ik kan het gewoon niet meer. Echt, ik weet niet wat er met mij aan de hand is. Maar ik ben zo... Ik ben niet moe, maar ik ben gewoon zo snel... Ik kan gewoon weinig aan. Zeg maar, te veel prikkels word ik gewoon echt... Moet ik gewoon een dag rust nemen. En dan gisteren was zo fucking leuk. Maar om dan vandaag naar Mysteryland te gaan, dat lukt me gewoon niet. Ik ben gewoon zo misselijk en gewoon zo...
Ik trek het gewoon niet, die prikkels. Dus ja, ik vind het echt kut. En I know I'm not alone. Ik weet dat er heel veel mensen met dit soort dingen struggelen. En al is het niet de misselijkheid, je hebt soms mensen iets anders. Maar ik vind het echt heel vervelend. En ik snap ook gewoon niet waar het vandaan komt en wat ik eraan kan doen. En misschien heb ik het druk, misschien stress ik te veel. I don't know, maar het is echt heel vervelend. En heel jammer, ik had zo graag naar Miss Student gewild. Stan ging, ik ging iets met een bow en het leek me gewoon zo fucking leuk. Dus ja, echt heel jammer. Dus ja, dat was het weekend. Het was wel echt heel leuk gisteren. Het was echt heel gezellig. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Ja, ik ga nu slapen lekker bij mijn ouders thuis. As you probably can see. Dus ik ga hier lekker slapen. Ik wilde eigenlijk morgenochtend naar de dokter, maar ik weet niet of het, ja, of het me verder gaat helpen, zeg maar. Of de dokter nou meer antwoord heeft. Dus ik kijk nog heel even aan hoe het morgenochtend wakker wordt. Good night and thanks for watching. Doei! Guess I'll be on my way now.